En dat was het beginsignaal van de benefietwedstrijd tussen FC Twente Vrouwen en het regio-team Twente Rand op Sportpark de Rolhorst in Den Ham. Ik wilde gewoon graag het sportieve evenement combineren met iets doen voor een goede doel. Vorig jaar heb ik voor het eerst de beelden gezien van de Alpe d'Huez en toen had ik echt zoiets om me daarvoor in te zetten. Ja, ik kreeg vorig jaar al kippenvel, dus ja, dat wilde ik echt heel erg graag. In januari ben ik hier op de nieuwjaarsreceptie geweest, ook met een actie voor, het, ook voor de Alpe d'Huez. En heb ik mijn shirt geveld. Oud-trainers en ja, mensen die ik nog kende zeiden, hey, is het niet wat om een benefietavond te organiseren? Een wedstrijd tegen je oude club of de oude regio en dan tegen de Twente vrouwen. En zo is het idee ontstaan voor vanavond. Ja, het is natuurlijk een heel goed doel en je hoort het echt steeds meer in je omgeving. Ja, ik denk dat het gewoon een heel goed initiatief is van Meloes de Boer dat hij nou ja, dit heeft geregeld zo. Ja, ik vind het sowieso, kankerbestrijding vind ik natuurlijk een heel, heel mooi doel. En helemaal omdat natuurlijk Meloes de Boer zich daarvoor inspant en die heeft jaren voor FC Twente gespeeld en is heel belangrijk voor ons geweest. Dus dan ja, gun je het haar ook heel erg en wil je heel graag daar aan meewerken. Nummer 2, Larissa Willis, nummer 18. Tashira Runfer, nummer 19. Tessa Klein-Bolkamp, nummer 20. Marlene Roosvogel, nummer 6. Judith Westerveld, nummer 26. Siri Borg. Hoe is tot nu toe de voorbereiding geweest voor het regio-team? Ja, erg leuk. We hebben 3 keer getraind. En ja, dat ging echt gewoon heel erg leuk met z'n allen. En nou, ik hoop gewoon dat we vandaag, vanavond gewoon laten zien. Ja, dat we gewoon een leuk team zijn met elkaar en dat we dat, dat een goed einde brengen vanavond. Ja, niet anders dan anders. Wij spelen normaal ook wel aan het eind van het seizoen veel promotiewedstrijden. En ja, je weet wat dat oplevert, wat een soort tegenstander je krijgt, wat de sfeer is. En ja, alleen dat je nu voor zo'n mooi doel speelt, is het gewoon nog een stukje leuker, denk ik. Als de dames gewoon bepaald niveau halen, is het leuk om te zien, zeker.